Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over laser graveren. Ortur Laser Master 2, 15 watt versie. Vandaag gaan we iets doen. Ik was een tijdje terug was ik in België op een evenement, mode meets modelbouw, in Kapellen, net boven Antwerpen. En daar was een van de organisatoren, Bart genaamd. Bart, dankjewel voor het idee. Die liet zien dat hij mandjes maakte van hout en dat hij dat deed met zijn laser op een vrij eenvoudige manier volgens hem. En ik heb daar een tijd over zitten nadenken, hoe eenvoudig is dat dan wel niet. En gisteren heb ik de eerste poging daartoe gewaagd en vandaag ga ik met u in deze video een tweede mandje maken. Het mooie van het verhaal is, er is slechts één plaatje hout voor nodig en de maat bepaalt u in feite zelf. Het eindresultaat is iets zoals dit, alleen gaat het mandje wat ik nu maak een iets andere vorm hebben. Het is best wel een heel klein beetje lastig, niet zozeer het laseren. Het laseren is een makkie, stelt geen bal voor. Het in elkaar plakken van het gebeuren is best wel een lastig verhaal, maar uiteindelijk is het goed gelukt. En zeker nu met de Pasen, zo'n mandje kan gebruikt worden voor cake, voor bonbons, paaseieren, koekjes, bedenkt u, maar brood kan ook. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Bovendien kun je die binnenzijde met je eigen tekst voorzien, zoals hier nu staat. Als je dit leest, dan zijn ze op. Wij gaan dus zo'n soort mandje maken vandaag in deze video. Nogmaals Bart, hartelijk dank voor het idee daarvan. Ik pik het even over. Oké. Het ontwerp heb ik gedownload op een website die ik al vaker in mijn video's heb laten zien. Dat is de website amede.com. amede.com. Als je daar zoekt naar basket, want het is een Engelse site, dus je moet ook in het Engels zoeken. Mandje zal waarschijnlijk geen resultaat opleveren. Dan heb ik van de soort mandjes zoals hij ze maakte, heb ik er drie ben ik er tegengekomen. En degene die je net zag was er eentje van. En degene die we gaan maken is de tweede daarvan. Laten we maar beginnen. We gaan naar de video. We beginnen in Lightburn. Even voor de duidelijkheid. Ik heb het bestand op amede.com gedownload. Dat zijn, er zitten meerdere bestandstypen in een zip-file. En wat we daarvan nodig hebben is het DXF-bestand. DXF. Dus wat je doet, je downloadt het. Je hebt een zip-bestand. Zip-bestand pak je uit. Daar haal je het DXF-bestand uit. En dat is wat we gaan gebruiken in Lightburn. En dat ga je nu zien. Nou, lieve mensen, we hebben Lightburn geopend. En wat we gaan doen, we gaan dus dat DXF-bestand waar ik het zojuist over had, dat gaan we importeren. Dat doen we met de importeerknop, de vierknop van linksboven. Dat is die met dat blaadje met het pijltje van rechts naar links. Als we daarop klikken, gaan we op zoek naar dat DXF-bestand. Dat staat bij mij op het hoofdblad. En dat is hier het Hard Basket CL CDR Drive. Nou, oké, dat is hem. In dit geval krijgen we overigens verrassenderwijs, dat verraste mij toen ik het zag, twee van die mandjes gepresenteerd. Maar we gaan er maar één maken, dus wat gaan we doen? We gaan het eerst gaan we dingen eruit halen en weggooien. Dus wat we gaan doen, we hebben het hele gebeuren is geselecteerd. Dat kunnen we zien aan die blokjes eromheen. We gaan het ungroepen, dat is het poppetje bovenin, zodat het geungroept is. En vervolgens klik ik even buiten dat figuur, zo. Want als je nu gaat dat stukje met die tekst hier bijvoorbeeld gaat selecteren, want dat hebben we niet nodig, download van amede.com, hier staat overigens wel het adres, dan kan ik dat nu gewoon met delete weghalen. En ik houd vervolgens de mogelijkheid over om één van de twee hartvormen te gebruiken. En als je goed kijkt, zie je dat het verschil vooral zit in die rand. Zie je dat? Het is wel een beetje priegelwerk en ik zou die rand, ik zou hem ook eerder laseren, zeg maar. Ik zou hem dus niet snijden, ik zou hem laseren. Dat gaan we ook doen. Ik ga de rechter gebruiken. De linker ga ik weggooien, dus ik doe de linker selecteren. Dat doen we natuurlijk met het pijltje hierboven geselecteerd. En die delete ik en dan houden we eigenlijk alleen het hart aan de rechterkant over. Dat doe ik weer even helemaal oppakken en weer even groeperen, zodat ik het kan verschuiven zonder dat er problemen aan zitten. Zo, nu kan ik hem verschuiven. Dat ga ik doen. Zo, naar het centrum toe. En dan gaan we ons even bezighouden met hoe groot de platen gaan zijn die wij gaan gebruiken. Want we gaan platen gebruiken van, want dit is eigenlijk een soort van bijna ronde vorm. Als ik hem selecteer, dan zullen we zien dat de grootte, dat kunnen we linksbovenin zien, 2,79 bij 2,42 is. Nou, die optie heb ik eigenlijk niet. Zo groot kan ik niet, dus ik ga kleiner.
Dat heeft te maken met het feit dat de houten platen die ik gemaakt heb, die ik zaag, zeg maar, die zaag ik normaal gesproken kleiner. Die zijn bij mij 30 breed, 20 hoog. Dus in dit geval mag zijn maximale hoogte 20 zijn, zeg maar. Dus wat ga ik doen? Ik ga die hoogte hier in 200 veranderen. Er zit een slotje, dus met andere woorden, hij wordt evenredig geschaald. Voilà. En nu heeft hij de juiste maat, zoals ik hem wil hebben. Om dat nu even definitief vast te stellen, ga ik een rechthoek maken. Ik pak de rechthoekknop. Ik teken een rechthoek. Die zet ik meteen al op de T1-laag. T1 wil zeggen dat het een toolpad-laag is. En die plaats ik ook gelijk helemaal naar boven. En die toolpad-laag, die moet weer een maat krijgen, maatvoering krijgen. Die is 300 breed en 200 hoog. Zo. Plus dat ik hem ook even op het midden van het werkbed ga plaatsen. En dat was op 202,15. Voor mijn ortho dan. Oké. Pakken we vervolgens onze figuur. Die sleep ik er even uit en vervolgens weer in. Want dan gaan we voelen dat hij in het midden gaat insnappen. Zo, nu zit hij in het midden ingesnapt. En dat is mooi. Het is wel frappant, want het klopt niet helemaal namelijk. Dat is de grap van het verhaal. En dat zien we niet, want die hoogte. Kijk, als ik ga inzoomen namelijk, heb ik het idee dat die hier onder die lijn uitkomt. Dat is apart, hè? Dus die maatvoering hier is een beetje tricky. Dus ik ga heel eventjes opnieuw. Deze hier, die ga ik iets kleiner maken. Ik maak hem maar 1,98, maar nu wel weer met de breedte dat hij geschaald wordt, zeg maar. Zo. Nou zou die zeker moeten passen. Ik zal hem nog een keer opnieuw naar het midden slepen. Dus hij is 2 mm kleiner geworden. Daar lig ik niet zo wakker van. Minder paarseitjes die erin kunnen, dus meer paarseitjes voor mij. Oké. We hebben twee kleuren. We hebben een lijn 27. Die ga ik even veranderen. Die ga ik veranderen in. Dat is de zwarte kleur, zeg maar. Die gaat bij mij ook echt op zwart, op 000. En daarnaast, maar dat is wel raar. Hij verandert nu de hele business. En dat wil ik natuurlijk niet. Dat heeft met mij te maken. Dat is een fout van mij. Even terug dus. Ik ga even het figuur opnieuw selecteren. Even nog een keer ungroepen. Ik wil namelijk dat die zwarte laag op. Die nu op 27 zit. Hè. C27 vind ik eigenlijk flauwekul. Die gaat gewoon naar 1. Maar ja, dan moet ik ze wel allemaal raken natuurlijk. Dus ja, dat is wel een aardige. Nou, dat zullen we dan even doen. Ook naar 0. Deze gaat naar 0. En ik denk dat we nu een heel eind heen kunnen gaan slepen. Dat zijn deze lijnen, die gaan ook naar 0. Ja, en dan heb ik een rode. En de rode, dat is eigenlijk, er staat op lijn, maar dat wil ik niet op lijn, dat wil ik eigenlijk eerder een vul hebben. Ik wil dat daar zeg maar een afbeelding komt. Doe ik dat dan met vul of doe ik dat met lijn? Ik doe het toch met lijn, maar ik ga hem wel hele andere waardes meegeven, want ik wil dat hij gaat graveren. En dat wil zeggen dat hij wat mij betreft niet meer als 30 meekrijgt of zo. En een snelheid van 1500 of zo. Dan graveert hij dat alleen maar, dan snijdt hij het niet. Die andere die krijgt snijopdracht, die is bij mij 380 en ik ga er dit keer voor de zekerheid 5 keer overheen. Dan weet ik zeker dat hij hem uitgesneden heeft. Zo. En vervolgens ga ik het geheel groeperen. En in feite zijn we nu klaar. Even kijken met het aantal keren. Hij hoeft hier maar 1 keer overheen, geen 2 keer overheen. Dat is nog even belangrijk. Er hoeft ook geen snedecorrectie te zijn. Oké, zoals die nu is, kan ik hem gaan opslaan. Dat ga ik doen. Ik ga hem opslaan in de map waarin ik al mijn zaken opsla die ik op het moment dat ik ze ga laseren. Dus, en ik noem hem even Hartmand. Hoppakee. Nou, we gaan richting de laser om dit object te gaan laseren. De plaat ligt op de laser. De laser is aangezet. De R-assist staat aan. De afzuiging staat aan. Kan ik nu het project opstarten en dat ga ik nu doen. Nou, gefocust is hij. Inmiddels is hij aan het branden. Hij begint eerst met die afbeelding eromheen en daarna gaat hij het uitsnijden. Nou, als het uitgesneden is, kom ik bij je terug en gaan we zien hoe we deze mand verder in elkaar gaan zetten. Tot zometeen.
Goed, we zien, het is uitgesneden, maar ik ben tot een paar conclusies gekomen. En die paar conclusies zijn het eerste. Dat ik hier dus vergeten was een tekst in het midden te maken, daar dus. Dat heb ik inmiddels al wel ontworpen. Ik laat het dus even zo op het bed liggen en ga vervolgens die tekst daarop lezen. Nog een tweede ding waar ik achter ben gekomen. Dat is dat ik zeer waarschijnlijk toch ook dat tweede hart nodig heb. Kijk, want als je hier die randen omhoog gaat trekken, dan heb je eigenlijk geen plek om te plakken. Dat was bij die andere mand was dat wel te doen. Maar bij deze is dat niet te doen, omdat een hart nu eenmaal een hartvorm heeft. Dat betekent dat we nog een tweede plaat hout nodig hebben. En dat ik ook die zal moeten uitlezeren. Zodat zeg maar, we straks die randen die we hebben steeds... Eén van het ene hart, één van het andere hart. En dan zou het op elkaar moeten kunnen plakken. Ik ga in dat tweede hart ook hier in het centrum diezelfde tekst lezen. Want ik weet dan niet of ik dit centrum nodig heb of die van dat andere hart. Dat zie ik dan zometeen wel. Dat ga ik nu doen. Ik ga dus eerst deze voorzien van de tekst. Dan een nieuwe plaat hout erop. En dan ga ik toch dat tweede hart lezen. Met dezelfde tekst in het midden. En dat gaan we dan in elkaar zetten na die tijd. Oké, we hebben beide harten klaar. Dit is degene die we als eerste gelezen hebben. Dit is degene die we als tweede gelezen hebben. Het verschil, als je naar de binnenkant kijkt, zien we dat hier echt de hartvorm in zit. En in deze niet. Zie je dat? En dat geldt dus ook voor al die ringen eromheen. Nou, waar we mee beginnen is met de binnenkant van deze kant. Deze zullen we uiteindelijk niet nodig hebben. Dat was de binnenkant van die kant. Vervolgens pakken we de eerste ring van deze kant. En die gaan we daar op plakken zometeen. Ja, dus die gaat er zo overheen. Die wordt weer gevolgd door de eerste ring van deze kant. Even erbij plakken. Pakken. En die gaat daar weer op. En dan weer één van die kant. En weer één van die kant. Nou, dat moeten we aan elkaar gaan plakken allemaal. Dat is een behoorlijke klus, dat kan ik je vertellen. In elk geval zou het erin moeten resulteren dat we, want het hout is 3 mm, dat we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus 1, dus 21 keer 3 mm, dus dit zou ongeveer 6,5 cm hoog moeten worden, dat mandje. Ik ga daarmee aan de gang. Ik ga je zo meteen het resultaat laten zien, want om nou te filmen hoe dat gepriegel met gewone houtlijm gaat, dat is best wel een hoop gedoe. Dus ik ga het je zo meteen laten zien als ik klaar ben daarmee. Nou, heel even in het kort, hoe werkt het dan? We pakken dus zo'n hartvorm. En op de achterzijde gaan we alle punten die eraan zitten, gaan we van een heel klein beetje lijm voorzien. Dat ga ik even doen. En nadat ik deze gedaan heb, doe ik dat dus weer met een hartvorm van de andere kant. En zo bouw je langzaam dat mandje op. Het is priegelwerk, ik geef het toe. Maar zeker bij dat mandje gaat het toch makkelijker bij dan bij dat mandje van gisteren. En dat komt omdat je hier precies weet waar je je lijm moet aanbrengen. Nou, het laatste streepje. Dan haal ik de twee gewichtjes er even af, want dat zijn simpelweg gewichtjes. Ik draai mijn mandje om. En ga voorzichtig ook dit hart erop plaatsen. En je zult hoe dan ook zien dat we iets te veel ingelijmd hebben, maar dat zit aan de onderkant, dus dat ga je niet zien. Hè. Denk bijvoorbeeld aan die punt hier. En dan de eventuele lijmrestjes, zo goed als kwaad als dat gaat, want uiteindelijk als het opdroogt zie je dat ook niet echt meer. En we gaan het nog inolien. Die haal ik eventjes met een wattenstaafje weg. Beetje schoonmaken. Voilà. Draai hem weer om. Leg de gewichtjes er weer op. En ik ga verder naar mijn volgende hartje. Maar nu van de andere kant. Zo zetten we hem dus in elkaar. Ben zo weer bij je terug. Zo lieve mensen.
De laatste act van dit verhaal was het insmeren van de mand met tiekolie. Tiekolie kunt u gewoon krijgen bij de Gamma. En zie hier, we hebben onze mand met de tekst. Ziet ge deze tekst weer terug? Vul dan de mand weer vlug. Gemaakt in dit geval toch uit twee platen, dus niet uit één. Er waren dus toch twee platen nodig vanwege die hartjesvorm. Maar wel een heel geslaagd project. En het is inmiddels dus onze tweede mand. Daarnaast zet ik de andere eventjes. Die is een stuk lager, zoals je kunt zien. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat deze tweede mand, die in hartvorm gemaakt is, meer lagen heeft. En elke laag heeft 3 mm, want dat is de dikte van het hout. En dat levert dan dit resultaat op. Lieve mensen, ik kan u niet vertellen of wanneer de volgende video komt. Er komt zeker wel een volgende video, alleen ik weet niet wanneer. Wij zijn bezig met Oekraïense vluchtelingen in huis te halen. En dat gaat een stuk van onze tijd vergen. Daarnaast ben ik nog steeds werkloos en moet nog steeds gewoon keurig solliciteren. Ik weet niet of dat met die vluchtelingen op zeer korte termijn gebeurt. Daar zag het aanvankelijk wel maar uit. Maar op dit moment is er weer eventjes toch niemand die van onze opvang gebruik gaat maken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met waar je naar op zoek bent. Wij willen geen moeder met hele kleine kindertjes bijvoorbeeld. Nou ja, dat verhaal zal ik u onthouden. Maar mede door die perikelen weet ik niet wanneer de volgende video gaat komen. Al heb ik wel een idee en dat zal ik morgen gaan proberen. Maar dat moet wel eerst slagen voordat ik daar een video over online breng. Ik hoop dat u dit in elk geval een leuk verhaal vond. Het maken van mandjes, hartstikke leuk voor Pasen. U kunt daar brood op leggen, u kunt daar paaseitjes in doen. Bedenkt u het maar, geen enkel probleem. Tot een volgende keer. Dag.